Ik heb nog maar op één PayPal-account heb ik onvoldoende saldo. Dat is echt heel vervelend. Ik had ook een hele tijd terug, echt iets van een half jaartje geleden, had ik een PayPal-account aangemaakt. En ik ben toen zo stom geweest om daar mijn, niet mijn spaarrekening, maar mijn gewone rekening op te koppelen. En daar heb ik toen geloof ik een keer 15 euro op gegooid, zodat ik eten kon bestellen. Nou, dat is toen iets meer dan 15 euro geworden. En sindsdien lopen ze op dat account steeds te zeiken tegen me. U heeft een negatief saldo, hè? Dat klopt ook. Op dat account heb ik een negatief saldo van, ik geloof nog, 24 euro. Dat moet ik nog steeds een keer aanvullen. Dus ik ga even kijken deze maand wat ik overhoud. Op mijn gewone rekening. En dan vul ik dat wel even aan. Maar dat doe ik liever niet natuurlijk. Hè? Want als je op je normale rekening wel gewoon wat op staat, hè? Als je op je normale rekening geld hebt staan, dan wordt PayPal dat zo te doen dat ze, stel jij 15 euro op je PayPal rekening staan en 20 euro op je gewone rekening. En je gewone rekening gekoppeld aan PayPal. Dan wordt PayPal even anders uitleggen. Stel jij bestelt voor 27 euro eten. En je hebt 15 euro op PayPal staan en 20 euro op je gewone rekening. Dan hoort PayPal die 15 euro van je PayPal-rekening af te schrijven en voor de resterende 12 je bankrekening te gebruiken. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben toen het volledige bedrag van mijn PayPal-rekening afgeschreven toen de tijd. En daar zit ik nog steeds mee te klooien, want dat account heb ik al een paar keer geprobeerd gewoon op te heffen.